Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met Wereldse Gebeurtenissen, filmpje 76. 76 is in de numerologie een 13-4, dat is een karmisch getal, een nieuw begin of een einde. En daar wou ik het met jullie over hebben, over tijdlijnen. Ik kreeg vanmorgen een hele goede vraag en de beste man vroeg mij, die gaf mij een stukje van zijn eigen levenservaring. En dat leek heel erg op mijn eigen levenservaring. Hij was ook geboren in 1972, vond ik heel leuk. Ik dacht, ik wil hier eerst ook even aandacht aan besteden, want hij vroeg mij hoe je weet op welke tijdlijn je zit. En dat snap ik. Want je wilt natuurlijk op de tijdlijn zitten waar jij je het beste bij voelt. Dat kan voor Koningin Maxima een andere tijdlijn zijn dan voor jou en mij. Wij hoeven helemaal geen koninklijkheden op onze tijdlijn. Wij zijn gewoon allemaal mensen en nu nog van vlees en bloed. Verandert dat dan ook nog? Ja, dat kan. Maar onze ziel blijft altijd hetzelfde. Waar had deze beste man het over? Nou, over het volgende. Zoals jullie weten ben ik opgevoed in een christelijk gezin. Mijn ouders waren eerst gereformeerd. Mijn vader kwam uit een artikel 31 familie. Dat betekent echt heel zwaar gereformeerd, hè? Bijbelbel, dat soort dingen. Later werd dat wel minder. Grootouders van mijn moeders kant, die waren ook gewoon heel gedegen christelijke mensen. Dus dan krijg je wel het een en ander mee. Maar mijn vader en moeder waren ook vrijgevochten mensen. Die of vrijgevochten in. Als je dat nu zou bekijken, dan zou je denken, nou, ze waren nog wel heel erg meegaand en lief. Maar toch wel, mijn moeder heel kritisch. En mijn vader, die onderzocht dus van allerlei dingen. Want ik kreeg vanaf mijn puberteit GBJ Hilterman mee. En dat mijn vader het over de Bilderberggroep had van Prins Bernhard. En dat de Shell van alles in de kluis had wat niet gebruikt werd. Mijn vader is 25 jaar geleden overleden, maar die had waarschijnlijk gesmuld van deze. Dan hadden we het samen gedaan. Hij wist niks van computers hoor. Maar dat had hij ook wel geleerd. In elk geval, we doen het samen, zullen sommige mensen zeggen. En dat is ook zo. Dat is ook wat wij zeiden toen hij overleden was. God zal hem daarboven vast meer nodig hebben in deze moeilijke tijd dan dat wij hem nodig zijn. Dat is wel heel lastig hoor, want je wilt nooit iemand missen. Ook nu niet, hè, met de vooruitzichten, wat die jabber doers allemaal teweeg brengen. Je wilt nooit iemand missen. Zeker niet iemand waar je ontzettend veel van houdt. Je kind, je ouders, geliefden. Maar ja, jongens, het zijn allemaal keuzes die men maakt. Nou, we gaan het even hebben over die tijdlijnen. Waar deze man het over had, was de volgende tijdlijn. Wij hebben vanuit het christelijk geloof, hebben wij, en mijn ouders waren dus heel erg bezig met de eindtijd vanuit de Bijbel. Dus het boek Openbaringen van Johannes. Maar in de hele Bijbel. Van voor tot achter komen, Daniel heeft het erover gehad. Jesaja heeft het erover gehad. Enoch heeft het erover gehad. Overal. In de hele Bijbel vind je stukken over de tijd van nu. We weten dat het deze tijd is. Wat wij leerden is dat Jezus met hemelvaart wegging op een wolk en ook zo weer terugkwam. Dus daar was ik 25 jaar geleden al over uit dat dat niet zo zou plaatsvinden. Maar dat het waarschijnlijk dan ruimteschepen zouden zijn waarmee men zich zou openbaren. En ook niet in een jurk met sandalen, maar dat het een ander soort personage zou zijn wat wij wel herkennen als Jezus of Christus. Dus dat is eigenlijk ook weer een ander verhaal. Maar wat deze man ook vertelde is hetzelfde, ook een beelddenken. En dat had ik ook. Als onze ouders dan verhalen uit de Bijbel voorlazen. En dat werd twee keer per dag tijdens het eten een heel stuk gedaan. En niet de kinderbijbel alleen hoor, zo nu en dan. Maar niet altijd. Dus die echt uit de Statenvertaling vertelde verhalen. En ik vond het zo bijzonder dat dan zo'n verhaal begint met
Hij en de zoon van, en daar de zoon van, en daar de zoon van, en daar de zoon van. En dan begon het. Ja, dat vond ik zo apart. En vond ik ook mooi, want ik ben dan de dochter van Jan van Harm van. Nou, zo. Dus Julius is de zoon van Peter, van Johannes, van... ik weet niet hoe ze dat heet. Nou, en dan kan je doorgaan tot Matthijs. Zo. Dus dat zijn gewoon hele bijzondere dingen die ook gewoon hele eenvoudige huiselijke dingen staan ook in de Bijbel. Wat er nog meer in staat in de openbaringen van Johannes is dat Jezus terugkomt. En dat dan de graven zullen openen en dat degenen die voor ons op de aarde zijn geweest ook naar boven zullen gaan. En deze man die had wel een hele mooie, lieve voorstelling ervan. Hij zag zichzelf zweven met zijn teddybeer. Dat had ik ook wel graag gewild. Ik ben blij dat hij die ervaring heeft. Wat zag ik? Beelddenkers, schakel even uit. Ik ga maar aan die boom denken die hier achter staat. Mijn beppe was namelijk, ik was 6 jaar en mijn beppe was net overleden. En toen begon mijn vader over dit soort verhalen te vertellen uit de Bijbel vandaan. En wat zag ik? Ik zag, en dat droomde ik. Dat zat ik echt bij de tafel zo helemaal te kijken. Dit doet Tannie ook, hè? Dan kijkt ze even en dan zoekt ze de woorden in haar gevoel en geheugen. Zo geweldig. Tannie Koens van Healing Circles. Ook volgen, ook goed. Dus dan zat ik dus te luisteren naar mijn vader die heel mooi kon vertellen. En dan ging ik bedenken dat die graven dus open gingen. Als klein meisje van 6, hè. Die graven gingen open. Ik zag die kist dus letterlijk open gaan. De grond weg. Ik zag die kist open gaan. Mijn beppe was net overleden. En ik had wel bedacht, of wist van vorig levens nog, dat zo'n lichaam dan ging verteren. En dat je dus dan stukjes ligt. Wij keken alleen maar hele goede christelijke dingetjes op de televisie. Hè? Dus wij hadden alleen Gert en Hermine, de EO en voor de rest eigenlijk niks. Niels Holgersson mochten we later nog zien. Maar dat en Vrouwtje Theelepel. En de Fabeltjeskrant. En de berenboot. Nou, dan snappen jullie ongeveer dat horrorverhalen bij ons echt er niet in kwamen. Dus, maar ik zag het dus, die graven open. En ik zag dus dat half verteerde skelet van mijn beppe eruit komen. En dat ging dan naar de hemel toe. En dan zag ik ook allemaal andere skeletten. Want ja, de doden zullen eerst gaan. Maar als ik dat als klein meisje gewoon uit de Bijbel hoor. Gewoon letterlijk die tekst en ik zie dat in beeld. Nou, dat is dit wat ik zie. Ik heb dus ook geen probleem met horrorfilms. Ik heb dit mijn moeder nog nooit verteld. Nou, kijkt ze niet altijd. Ze moest van een week verplicht mijn no-nonsense filmpje met Steven en Erik zien. Ze zei, hoe doen jullie dat? Dat is wel een heel lang filmpje nog. Dit was nog een van de kortere. Maar ik zei wel een, de allerbelangrijkste. No-nonsense nieuws van donderdag met Juri Platen. Kijken. Oké. Dat is een tijdlijntje. Maar dus, wat gebeurt er? Wij hebben het daarover, deze man en ik vanmorgen. En hij zei, maar hoe weet ik nou dat ik op de juiste tijdlijn zit? Nou, ik zei, dat is een hele goede vraag. Ik zie, je bent wakker, je zit op Telegram, wij praten erover, jij zit op mijn tijdlijn. Heel simpel. Dus... En dat is ook wel weer verdrietig. Als jouw partner niet op deze tijdlijn zit, maar nog steeds denkt dat Klaus Schwab de boeren gaat oneigenen. En dat wij verplichte jabberdoes krijgen. En wat was er nog meer? Dat wij niks meer bezitten en supergelukkig zijn. Als jouw partner op die tijdlijn zit, dan zit jij dus niet op de tijdlijn van jouw partner. Want jij weet dat de boeren hun grond houden, gewoon hun producten kunnen blijven verbouwen en het vee kunnen beheren. En dat wij naar een andere financiële wereld gaan, waarin het veel beter is. Dat wij met elkaar als mensen voor elkaar zorgen. Dat is de tijdlijn waar deze man en ik op zitten. En gelukkig, mijn echtgenoot, mijn kinderen zitten ook op die tijdlijn. Dus op eigenlijk iedereen die
die Jabberdoe heeft gehad, die zit op de verkeerde tijdlijn tot ze wakker worden. En ja, ze kunnen nog wakker worden. Dat kan. Dat hoop ik ook. Want dan kunnen ze wel mee op de tijdlijn. En weet je wat het is? Dat is misschien wel heel sneu gezegd. Maar zo'n lichaam is te vervangen, hè? De ziel is niet te vervangen. Is ook niet dood te krijgen. Dat is over die ziel. Ze schreeuwen al in mijn oor. Die kan ook dood. Maar niet op deze wijze. Ja. Jullie zien het niet, hè? Maar dit is dan wat er gebeurt. Nou wil ik wel verder, maar ik moet eerst van die ziel maar uitleggen. Ja. Alsof ik dit vrijwillig doe, hè? Nu zitten ze dus echt in mijn oor, de hand op mijn schouder, van nou, wij willen toch dat je dat even gaat uitleggen. Goed. Dit is channeling, jongens. Dit is dat er, jullie zien het niet, maar er staat gewoon iemand naast en die zegt, ho, wacht. Nu is het eerst belangrijk dat je dat van die ziel uitlegt. Want die ziel kan wel dood. Op aarde gaat de ziel niet dood. Dus ook niet met een jabberdoe gaat die ziel niet dood. Je raakt ook je verbinding niet volledig kwijt. Heb ik vorig jaar ook al eens uitgelegd. Want daar was ook discussie over. Er waren twee hele lieve mensen die zeiden, ja, maar je verliest je verbinding met God. Dan heb je wel heel weinig vertrouwen in God. Als je elke dag trouw met God praat en bidt, dan heb je heel weinig vertrouwen dat door een behandeling, dat jij dan je verbinding met God verliest. Want dan is jouw vertrouwen in God niet zo groot. Jouw vertrouwen in God zou zo moeten zijn dat jij misschien wel, en dat gaan we allemaal in ons leven, raken wij van een pad af om te leren. En God weet altijd ons op het juiste pad weer te brengen. Dus wij kunnen onze verbinding met God wel verliezen, maar God verliest zijn verbinding niet met ons. En toen vroeg mijn dochter, maar hoe kan jij dit in... Jij bent geen christen? Nee, maar ik mag toch wel in God geloven? Daarvoor hoef ik geen christen te zijn. Die grote energie, die kristallenbol, die, dat wat er is. Een grotere macht. Een groter... en ik zie het als een energie. Die helpt ons. Die raakt de verbinding met ons niet kwijt. Wij kunnen wel eens een kink in de kabel hebben. Maar vanaf die kant zal de energie... En heel veel noemen dat God of Allah. Die vindt ons altijd terug. We raken nooit verdwaald in het bos. Echt niet. En als we verdwaald raken, dan krijgen wij het pad voor ons waar we dan weer op mogen gaan. Dat is wel wat ik van mijn opvoeding heb meegekregen. Dat vertrouwen er altijd is. En dat heeft, vind ik, niks met christendom te maken. Dit heeft met een rotsvast vertrouwen te maken dat wij niet alleen zijn. En dat wij hier in deze tijd waarin we leven ook geleid worden. Als we maar luisteren. Dus die hand op mijn schouder van je moet het nu eerst wel beter uitleggen. Fijn, hè? En dan luister ik ook trouw, want anders kan ik echt niet verder. Dan kan ik gewoon niks meer doen. Over die ziel. Die ziel kan, als je terug, als je naar de oorspronkelijke staat van de ziel gaat, en je gaat terug naar waar die vandaan komt, dus niet het mensenlichaam, hè? Maar de oorspronkelijke ziel, die kan wel dood. Maar dat is heel zeldzaam. Dat is heel zeldzaam dat een ziel echt ophoudt met bestaan. Daar zijn een aantal voorwaarden voor en dat is onder andere dat een ziel zulke vreselijke zaken, niet alleen op de aarde, maar ook in het universum heeft gedaan. Het mooiste wat ik kan uitleggen hoe een ziel werkt is Q. Q. Star Trek. Picard. En soms is het leven, net als het leven van de boom, het leven van de ziel al klaar. Maar dat is heel zeldzaam. Een ziel wordt immens oud. Zo oud, dat kunnen wij ons niet voorstellen, zo oud.
Dus op aarde kan de ziel niet doodgaan. Als wij doodgaan, gaat dit lichaam, is klaar. En dan gaan we verder in een van onze andere levens. Wij behoren tot een zielsfamilie. Dat is het eitje wat onze ziel is. En vanuit daar gaan we allemaal levens leiden. Overal. Op aarde, in andere delen van het universum. En dat is een keuze. Als jij wilt weten of jij op de juiste tijdlijn zit, nou, dan geloof je dit verhaal, dan zit je op de goede tijdlijn. En als je nou denkt dat mensen zijn helemaal gek geworden en God zorgt echt voor ons en we krijgen Armageddon en de wereld wordt gered en nou, in ieder geval dat soort met blauwe haar, dat valt dood neer en wij gaan naar de hemel toe, nou, dan zit je op een andere tijdlijn. Want iedereen mag mee. En ook voor die mensen die komen te overlijden, daar is het licht voor. Dus we moeten als aarde, gaan wij door deze transformatie heen. En dat is best heel moeilijk, maar dat is ook wel weer mooi. Dus zit ik op de juiste tijdlijn? Voor jou zit jij op de juiste tijdlijn. Want voor diegene die in Klaus Schwab gelooft, die zit ook op zijn of haar juiste tijdlijn. Dat niet jouw tijdlijn is, ja, dat is een andere vraag. Ik wil graag op deze tijdlijn. Waarbij ik met de mensen om mij heen resoneer en naar een betere wereld ga. Nou, ik hoop dat jullie dit wat duidelijkheid verschaft. Ik heb ook een kaartje gemaakt met, dat is ook een plaatje, kan je gratis delen. Wil je het kaartje op A6 niveau, kan je het bestellen. Met, jij kan je vertrouwen met God wel verliezen, maar God verliest nooit zijn. Of jij kan je verbinding met God wel verliezen, maar God verliest nooit zijn verbinding met jou. Staat gewoon op de Telegram-groepen en op www.lumeria.nl. Vindt het filmpje leuk of niet leuk? Abonneer je eventjes, zet het belletje aan en dan blijf je op de hoogte van allemaal nieuwe filmpjes. Heb je vragen? Stel ze op de Zoom-groep, vraaggroep op Telegram of onder de reacties hier op YouTube of via WhatsApp. Geen privéberichten via Facebook, want die lees ik niet. Daar komt zoveel rotzooi in. Ik ben op Facebook, maar wil je mij bereiken dan via Telegram, WhatsApp of via de e-mail. Oké, dag lieve mensen.